Goedemiddag allemaal. En wat een opkomst. Jeetje, ik dacht halverwege, het zit bijna vol. En vervolgens zag ik in de pauze net weer nieuwe mensen komen. Dus geweldig dat u allemaal bent. Ja, de dank aan de sprekers is al uitgesproken. Dat had ik ook mee het lijstje staan. Maar dank je wel voor de geweldige symposium eerder deze middag. Ik hoop ook dat jullie allemaal daarvan genoten hebben. Ik heb gekozen voor een heel breed spectrum van presentaties. Om met name ook de breedte van het veld aan te duiden. En alle mensen hebben wel een relatie met mij of met het werk wat wij doen. En dat zal wel duidelijk worden in deze presentatie. Nanobio, where nanotechnologies and life sciences meet. Dat is eigenlijk de titel van waar we het over hebben. Nou ja, wat u net heeft gezien, ik ben officieel geïnstalleerd. Het werd ook al aangegeven, ik ben niet zo van heel veel poespas. Maar goed, het is gebeurd, dus nu gaan we mijn stukje doen. En wat ik graag wil doen is een aantal dingen doen die typisch zeg maar een hoogleraar ook doet in zijn inaugurele reden, zoals de meeste mensen van de universiteit dat wel herkennen. Het is een officieel moment waarin ik het ambt van lector aanvaard, heb ik mogen lezen. En ik ga mijn onderzoek en ook zeg maar de toekomstplannen en ook nog wel wat opvattingen over wat HBO-onderzoek is, ga ik uiteenzetten voor u. En ik ben blij dat je al afgetrapt hebt, want er zitten al heel veel dingen in waar ik het eigenlijk helemaal mee eens ben. Ik moet in het licht staan, oké. Zal ik hier gaan staan? Vind je dat beter? Oké, ga ik hier staan. Goed, wat is nano eigenlijk? En daar wil ik eigenlijk mee beginnen, want heel veel mensen hebben wel een beeld van wat nano is. En wat ik typisch doe in een lezing voor studenten, of eigenlijk voor mensen die niks weten, is: waar denk je aan? Waar denk je aan? Ik mis hem even. En de eerste opmerking die je krijgt is heel klein. Zoals Julia dat kan zeggen. Zo klein, je kan het niet eens zien. Zo klein is het. En dat klopt. Ja, het is inderdaad heel klein waar we over praten. Andere opmerking die direct naar boven komen is: het is iets heel technisch. Ik heb hier een opstelling uit ons lab. Het ziet er heel ingewikkeld uit met allerlei slangetjes en optische fibers. En ja, klopt ook. Het is heel technisch. En de laatste, ja, die vind ik misschien nog wel het mooiste. Dit is mijn jongste dochter van 5, Lisa. Zit hiervoor. Waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Ja, het gaat problemen in onze wereld oplossen. En dat moeten we nog wel doen natuurlijk. Maar ik vind het wel een hele mooie uitgangspunt. En het is eigenlijk Jeroen die dat ooit een keer tegen mij zei. Die zei van: ja, technologie gaat ons redden, papa. Toen dacht ik, dat weet ik niet zeker, maar ik vind het wel een heel mooi uitgangspunt. En ik denk zeker dat we technologie nodig hebben, zeg maar, om dat te doen. Het is wel meer nodig, maar technologie hebben we zeker nodig. En ook nanotechnologie. Nou, de rit zo kwijt hier, jongens. Geweldig. Even een anekdote. 4,5 jaar geleden zat ik in mijn lab aan de UT, in de groep nanobiofysica. Kreeg ik een telefoontje van Guus Reinders, van Mesa Plus. En die belde mij: meneer Van Dam gaat jou bellen. Nou had ik meneer Van Dam, Peter Van Dam inmiddels, al een keer eerder ontmoet, maar ik had geen flauw idee waar het over ging. Dit was april 2015. Vervolgens belde hij voor een afspraak en hij vroeg of ik een groep wilde leiden, Nanobio Interface, had het destijds de naam nog. Ik heb niet direct ja gezegd volgens mij, maar het leek me interessant. Nou, daarna was het een hele wilde periode in de zin van: wauw, ga ik nou godsnaam aan beginnen, joh. Ik had een vaste positie aan de UT. Had het gevoel dat mijn leven al redelijk op de rol lag en het ging toch prima. Ja, de hoeveelheid grants had wel iets groter gemogen, daar ben ik wel eerlijk in. Maar op zich ging het prima. Nou, 2 maanden later toch besloten, we gaan het gewoon doen. En in oktober ben ik uiteindelijk begonnen hier binnen de hogeschool. Wat ook wel aardig is om te noemen, dat ik in het begin helemaal geen beeld had van wat een lector was. Heb ik soms vandaag de dag ook nog wel eens, maar dat eventjes terzijde. Ik kan het straks wel even bespreken. En ik heb in de eerste instantie volgens mij met Harry Futselaar en met name met Cas Damer gesproken. Ja, wat is dat nou eigenlijk, hè, een lector? Is dat nou een hoogleraar? Nee, dat was het niet. Maar wat is het dan wel? En toen ik ook begon 1 oktober, werd het ook heel snel duidelijk dat er ook niet zo heel veel duidelijkheid was. Dus ik begon maar gewoon. Ik had in mijn hoofd van: nou, ik wil gewoon een onderzoeksgroep starten, zoals ik dat kende van de universiteit, maar dan op toegepast onderzoek. Ik wist niet precies wat dat betekende, maar ja, goed, het was een goed uitgangspunt. Anyway, zo zijn we begonnen. Nou, wat ik vandaag wil doen is een aantal dingen. Ik heb al uitgelegd wat nanotechnologie is. Ik wil ook wel uitleggen wat de groep, wat nanobio is en wat de groep doet. Vervolgens wil ik heel even ingaan op hoe ik zie wat HBO-onderzoek zou moeten zijn. En ook wel een beeld geven van de stappen die we moeten gaan nemen om daar uiteindelijk te komen. En aan het eind zal ik een aantal mensen nog bedanken.
Als we over nano praten, praten we natuurlijk over iets heel kleins. Dus hier aan de linkerkant ziet u onze aarde, bijna 13.000 kilometer. En het mooie is, als je deze aardbol verkleint met een enorme factor, 100 miljoen, kunnen we dat maar heel snel uitrekenen, 10 centimeter, kom je op een tennisbal. Zo groot ongeveer. Het grappige is, als je vervolgens dat nog eens een keer met dezelfde factor verkleint, kom je op iets als dit. En wat u hier ziet, is een buckyball. Of een buckminsterfullereen volgens mij. Hè? En dit zijn 60 C-atomen die zeg maar aan elkaar gekoppeld zijn. Denk je, is heel ingewikkeld om te maken? Nee, is niet ingewikkeld. Je hebt gewoon twee grafietstaven, hoogstroom er doorheen. En dit ontstaat. Niet gecontroleerd, maar het ontstaat wel. En dit is zeg maar op werkelijk schaal 1 nanometer. Dus hier kunt u zien hoe klein eigenlijk nanotechnologie is. Vraagt u zich af, ja, is leuk allemaal, Martin, maar wat hebben we er allemaal aan, hè? Is leuk nanotechnologie, kleine dingen, grappig. We hebben net ook gehoord dat nanotechnologie overal is. Dus waar je ook kijkt, zijn nanostructuren. Klopt. Maar wat hebben we er nou eigenlijk aan? En het beste voorbeeld vind ik eigenlijk dit. Dat kennen we allemaal. Ik heb het nou net niet bij me, maar jullie hebben hem allemaal bij je. De mobiele telefoon. Nou, voor de wat ouderen onder ons. 1984, dit was de allereerste mobiele telefoon. Ik heb ook nog wat data voor u daarover. Motorola was het merk. En dit was uniek, hè? Ik bedoel, het was 800 gram. Dat was geloof ik $4000 kostte die. Nou ja, u ziet het, de display was nog, volgens mij met de rode cijfers. Dus stelde eigenlijk bar weinig voor. Vervolgens, in een hele korte tijd, en deze kent u denk ik allemaal, ik in ieder geval wel. Wie kent deze? Precies, Nokia. Is interessant overigens, als ik mijn kinderen vraag, Nokia, dat is totaal niet bekend. Nokia. In die tijd was dit de marktleider, zeg maar. En dit was de meest verkochte telefoon. Volgens mij 16 miljoen zijn ervan verkocht. En de laatste, nou ja goed, ik heb er maar eentje genomen, er zijn er zoveel. Maar wat deze systemen gemeen hebben, is eigenlijk de computerkracht, of de toename in computerkracht in een relatief korte tijd. Hier kon je geloof ik 6 nummers in opslaan. 6. Kon je mee bellen? SMS'en? Nee, bestond nog niet. Dat kwam hier ongeveer. Hier had je 6 verschillende wisselende frontjes. Nou, dat was uniek. U heeft ze allemaal gehad. En deze, nou ja goed, dat kennen we allemaal. Enorm. En wat daarachter zit, is nanotechnologie. Of eigenlijk microtechnologie en vervolgens nanotechnologie. Dus wat u hier ziet aan de linkerkant, is een aantal jaren. En dit is de transistordichtheid. En een transistor, heel simpel gezegd, is een kleine eenheid wat zeg maar een computerchip, waar computerchips uit bestaan. En u ziet die toename. Voor de fysici onder ons, ja, toch wel. Hebben we hier een logaritmische schaal gebruikt. En u ziet inderdaad de toename in het aantal transistors per vierkante millimeter. En het blauwe cijfertje die erboven staan, die geven aan hoe klein die transistoren zijn. Want ja, je kunt wel meer op een oppervlak neerleggen, maar dat betekent ook dat je veel kleiner moet maken. En dat is zeg maar wat nanotechnologie heeft gedaan. Dus we kijken, dit is zeg maar de huidige, of in ieder geval van een paar jaar geleden, structuur die uiteindelijk in al onze telefoons zit. En die dus de geweldige kracht geeft aan de apparaten zoals we die vandaag kennen. Dit molecuul kent u ook. Wie? Precies, DNA. Ik ga niet allemaal het beurt geven hoor, dat duurt lang. DNA. En het mooie is, dit is een heel mooi molecuul. Hè? Dit molecuul, nou, we hebben van Albert gehoord, ik heb daar ongeveer mijn leven aan gegeven. In ieder geval het eerste stuk. Is wat minder geworden de laatste jaren. Dit molecuul is 2 nanometer breed. 2 nanometer. 2 van deze. Enorm klein. Het mooie is ook, DNA, dat kennen we ook allemaal, bevat onze genetische code. En bepaalt wie wij zijn. Alle andere organismen hebben ook zeg maar DNA, maar van een andere variant. Het mooie is wel, heeft iemand enig idee hoeveel DNA er in 1 biologische cel zit? Hoor ik wat? 2 meter, precies. Heel goed. 2 meter. Dus het is 2 nanometer breed, maar het is 2 meter lang. Dus in deze cel, en dan ook nog in de kern, van ongeveer 1 micrometer, 1000 nanometer breed, zit 2 meter DNA. What the heck? Hoe kan dat nou? Nou ja, het is opgevouwen. We kennen het ook wel, het zit ook niet in 1 stuk, zeg maar. Het zit in heel veel verschillende chromosomen, zoals we dat kennen. Overigens, als je kijkt hoeveel cellen wij hebben, dat zijn ongeveer 30 triljard. 30 met 12 nullen. En met die DNA-lengte kun je ongeveer 200 keer naar de zon en terug. Bijzonder. Ik vind het bijzonder.
Er zijn ook andere moleculen die heel erg belangrijk zijn. Dat zijn de eiwitten. Dus DNA is zeg maar het molecuul wat de genetische code omvat. Eiwitten zijn zeg maar de werkpaarden in ons lichaam. Dit zijn de moleculen die iets doen, die een functie hebben en iets kunnen realiseren. Maar ook deze objecten, dit is hemoglobine. Hemoglobine is het eiwit wat ervoor zorgt dat zuurstof zeg maar vanuit de longen naar onze andere organen wordt getransporteerd. En insuline, hebben we al eerder vandaag gehoord, is het molecuul wat glucose kan afbreken in het lichaam. En beide objecten zijn nano-objecten in dimensies. Wat ik u hiermee mee wil brengen is dat het goed is om te realiseren dat als we praten over de nanoschaal, dan praten we op de schaal van die enkele moleculen. Dus aan de ene kant hebben we nanotechnologie, praten we over technologie, nieuwe materialen en devices. En aan de andere kant praten we over bio, levende wereld, mens, wij en de natuur. Daar hebben we natuurlijk ook al voorbeelden van gehoord in de eerdere presentaties. Om dat een beetje te illustreren wat dat inhoudt, je kunt bijvoorbeeld nanotechnologie gebruiken als een soort tool om te kijken naar wat je daarmee kan begrijpen. Je kunt dingen gaan afbeelden. Wat u hier ziet is een opname van eiwitfibrillen die gemaakt zijn met een atomaire krachtmicroscoop. Dat is een heel klein puntje waarmee je een oppervlak afscant. En op die manier kun je zeg maar, met nanometer resolutie een afbeelding maken van een levend of een biologisch systeem. Dit doe je om meer begrip te krijgen van de biologie. Het kan een medische context hebben, kan een andere context hebben. Je kunt ook nanodeeltjes rechtstreeks gaan gebruiken om in te grijpen in het menselijk lichaam. En dan praten we over het gebied van de nanogeneeskunde of nanomedicine zoals dat hier staat. Wat je daar doet is eigenlijk in plaats van de verschillende geneesmiddelen die we nu gebruiken, die zijn vrij generiek. Dat betekent dat ze niet specifiek ergens in het lichaam binden. Dat betekent in het geval van bijvoorbeeld een kankerbehandeling, chemotherapie, dat je dat toegediend krijgt en dat de concentratie van de stof die je ingespoten krijgt eigenlijk overal aanwezig is, ongeveer in een gelijke concentratie. Heeft twee problemen. Enerzijds, op de plek waar je het wil hebben, waar de tumor zit, is eigenlijk de concentratie te laag. En op alle plekken waar je het niet wil hebben, is het te hoog. En dat verklaart alle zij-effecten die we hebben. Haaruitval, misselijkheid, etc. Nanomedicine focuseert zich om het maken van dit soort hele kleine deeltjes die moleculen hebben om een deeltje, dus dit is een deeltje van een nanometer, die specifiek aan een cel kunnen binden. En als je dat kan doen, dan kun je zeg maar deze nanodeeltjes inbrengen en die gaan gewoon via je bloedbaan uiteindelijk alleen naar de target, dus in dit geval het kankergezwel waar je het wil hebben. En dan kun je lokaal heel hoog doseren en op die manier iets genezen. En in de rest van het lichaam blijf je redelijk vrij. Dus je hebt ook al die zij-effecten niet. Kan dit al? Nog niet. Zijn we ermee bezig? Ja, zeker. Ik zie Albert kijken. Sommige dingen kunnen wel, maar we kunnen daar nog heel veel in doen. En de laatste die ik wil noemen is eigenlijk het omgekeerde. Wat ik tot deze twee panelen heb behandeld is nanotechnologie richting de bio. Dit is eigenlijk het omgekeerde. We hebben er natuurlijk net de lezing gehad van Lydia, waarbij je kijkt naar de levende natuur en probeert daar dingen uit te halen. Dus nogmaals, dit is zeg maar de structuur van die vlinder. En hiertussen ziet u die lamellen die ervoor zorgen dat alleen het blauwe licht zeg maar heel effectief teruggereflecteerd wordt en uiteindelijk de kleur geeft die de vlinder heeft. En ook als je zeg maar die vlinder een heel klein beetje draait, zie je dat schakerende effect wat we heel mooi vinden, iridescentie, heel erg leuk. Nou, wat doen wij nou eigenlijk? Nou, wat wij doen, en ik heb daar heel lang over nagedacht hoe we dat moeten formuleren, en ik kan het niet vaag genoeg zo zeggen, is praktijkgestuurd toegepast onderzoek op het grensvlak van nano- en microtechnologie en de life sciences. En ik wil de nadruk leggen op praktijkgestuurd. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik met heel veel mensen van de UT praat en die zeggen van ja, applied research, dat doen wij ook. Dus ik vind praktijkgestuurd is zeg maar sterker dan dat. En praktijkgestuurd geeft aan, is ook wat Anke net noemde, de vraag komt uit de praktijk. Ik zal dat daar illustreren met een aantal voorbeelden. Vier topics die ik wil behandelen. En dat zijn allemaal topics die gaande zijn in de groep. En de eerste hiervan is het ontwikkelen van sensoren voor gevoelige detectie. Dit is een project dat wij gestart hebben samen met het lectoraat van CAS. Om te kijken of we insuline beter of nauwkeuriger kunnen meten. Wat we merken is dat er vanuit de medische praktijk een enorme vraag is, zeg maar, voor snel diagnostiek of diagnostiek die je in staat stelt om in een eerder stadium zeg maar, bepaalde ziekte te detecteren. En daar geldt natuurlijk hoe eerder te detecteren, hoe sneller je en hoe effectiever je dat kan gaan behandelen. Insuline kunnen we meten. Het is niet iets dat niet kan. Er zijn laboratoria verbonden aan ziekenhuizen. Je gaat naar je huisarts, je haalt die twee flesjes bloed. Gaat vervolgens naar het lab en binnen een paar dagen heb je de resultaten.
Het probleem is echter dat dit alleen maar gebeurt als jij naar die dokter gaat. En dan moet er dus een aanleiding zijn. Waar we hier eigenlijk op richten is het ontwikkelen van een device dat uiteindelijk in een relatief eenvoudige wijze, en een korte wijze, tijd, een resultaat kan geven. Ook als er bijvoorbeeld geen aanleiding is. Je maakt een heel klein chipje, wat vervolgens even verifieert of je insuline zeg maar wel op het juiste niveau is. En insuline is in deze dan maar één voorbeeld. Er zijn natuurlijk tig andere voorbeelden die je kan verzinnen. Dus wat doen we hier? Nou, ik heb het meeste hiervan al verteld. We kijken hier naar insuline. De uitdaging is met name de grootte of de kleinte van het molecuul. Het is een heel klein eiwit. En dat maakt het heel erg uitdagend. En er zit ook nog niet in een hele hoge concentratie. Wat we hier praktisch mee doen zijn optisch geïntegreerde systemen. Ik zal er niet te veel tijd aan besteden. Die gemaakt worden door een bedrijf hier op de campus, Lionics. En daar kijken we zeg maar, of we dat verder kunnen ontwikkelen om uiteindelijk te gaan gebruiken in een insuline detectiemechanisme. Zo ziet het eruit in het lab. Ziet er nog absoluut niet uit, iets wat jullie thuis gaan gebruiken. Maar dit is wel zeg maar, de eerste stap. Dit is het chipje wat u hier ziet. Dit zijn de optische fibers. En hier wordt het sample zeg maar, aangebracht. En vervolgens kun je dat meten. De volgende stap is uiteindelijk richting een demonstrator. En dit is iets wat we samen met de groep van Cas Dame hebben gerealiseerd. Dit is zeg maar, de demonstrator op dit moment zo groot. Draagbaar. Ja, je kunt tillen. Handig, je kunt niet meenemen in de broekzak als je dat bedoelt. Nee, dat lukt nog niet. En hier ziet u, dit is het chipje met de fluidica. Maar ja, dat is niet alles. Er zit nog een hele batterij, dit is een pomp bijvoorbeeld. Hier zit een stuk elektronica in, er zit ook een interface in om vervolgens de data naar je mobiele telefoon te transporteren. Kortom, al die aspecten moeten wel geïntegreerd worden. En ik denk dat dat een kenmerk is van HBO-onderzoek. Dus die chip, ja, dat kun je in het lab doen op een universiteit. Maar al de anderen omheen en zorgen dat het ook werkt. En ook zorgen dat het werkt dat een eindgebruiker dat kan gaan gebruiken, is een ander verhaal. We zijn ook aan het kijken naar andere toepassingen. Ik bedoel, als je insuline kunt meten, kun je bijvoorbeeld ook dat toepassen voor het meten van antibiotica en melk. En dit is een project dat we nu net hebben ingediend en hopelijk krijgen we daar geld voor. Het idee is zeg maar dat de boer zelf in staat is met een sneltest om te bepalen of de antibiotica in de melk zit. Alvorens het de melktank ingaat en vervolgens hij of zij gekort wordt. Dat willen we voorkomen. Een heel andere richting waar we ook mee bezig zijn, met name met de groep van Jaap Knotter, is het ontwikkelen van eigenlijk hele eenvoudige sensoren. Wat u hier ziet is zeg maar een plaatje met twee elektrodes. En we meten gewoon de weerstand tussen die elektrodes die door deze pasta van nanodeeltjes gaan. En die nanodeeltjes zijn gefunctionaliseerd met allerlei verschillende moleculen. En op het moment dat je daar gas aan toevoegt, zie je dat die weerstand verandert. Ook hier. We hebben geen idee waarom dat verandert, maar dat is niet de essentie. Kijk, als jij gewoon kan bepalen dat een bepaald deeltje uiteindelijk altijd deze respons geeft, heb je een sensor. En ik denk dat dat ook een uniek kenmerk is van HBO-onderzoek. Je kunt natuurlijk in diepte gaan proberen te begrijpen wat er precies aan de hand is, maar uiteindelijk heb je gewoon een sensor nodig. Hier zijn we bezig. Volgende stap is bijvoorbeeld integratie in een pak wat een brandweerman draagt, om vervolgens in een gevaarlijke situatie gewaarschuwd te worden of er een bepaald gevaarlijk gas vrijkomt. En het tijdig weg te komen. Dat is zover ik wil vertellen over de sensoren. Het tweede stuk wat ik wil vertellen gaat over, daar hebben we al een presentatie over gehad, lab-on-a-chip technologie. En dat focuseert zich met name op organ-on-a-chip. En hoe ziet dat eruit? Nou, even heel snel, want we hebben het al eigenlijk gehoord. Het principe van organ-on-a-chip is eigenlijk om alle operaties die we nu in het laboratorium doen, terug te brengen eigenlijk op een heel klein glasplaatje. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Is eigenlijk al een hele grote, of niet al wat, ja. Is te groot, hè? Deze. Zoiets. Een hele kleine. En vervolgens, ja, waarom wil je dat doen? Is kleiner, dus draagbaar. Ik kan hem gewoon bij me nemen. Dit is toch wel wat bewerkelijker. Sneller analyse, goedkoper, meer betrouwbaar. En dit is ook belangrijk, geen training vereisen. Wat ik daarmee bedoel is, kijk, als je die testen in een lab wil doen, moet ik al die laboranten moet ik opleiden, betalen, kostbaar. Als je deze chip, en dat is niet deze chip, want hier zit nog niks op, maar uiteindelijk met allerlei geïntegreerde zaken kunt opleveren, kan iedereen dit doen. En wellicht zien we dit chipje dan vervolgens over 5 jaar bij het kruidvat, net zoals we een zwangerschapstest nu kopen, om bijvoorbeeld je PSA te meten. Of een ander eiwit wat een indicatie geeft voor een bepaald ziektebeeld. Onmogelijk? Nee, denk het niet. Dus dat proberen we te doen. Naar verschillende toepassingen, meten van bepaalde zaken die in bloed of urine zitten. Je kunt ook nadenken over andere applicaties. In het forensisch domein kijken we bijvoorbeeld naar DNA-amplificatie, dus het versterken. Je kunt je voorstellen als we een heel klein sample hebben op een plaatsdelict, dat je dat vervolgens wil amplificeren. Dat zou je ook zo'n chip kunnen doen. Point of care, noemde ik net al, zelftesten. Ook in de chemie
kun je hier voorbeelden van vinden. Je wil bijvoorbeeld bepaalde chemische reacties uitvoeren. Dat doen we nu in hele grote tanks. Maar als dat reacties zijn die potentieel explosief of gevaarlijk zijn, doe je dat liever op een chipje. Als een chipje ontploft, hoor je... En als een tank ontploft, klinkt anders. Produceren van dure medicijnen. En dan met name medicijnen die bijvoorbeeld niet stabiel zijn, die je ter plekke nodig hebt. Dat betekent dat je geen medicijnen haalt. Nee, je haalt het apparaatje en als je het nodig hebt, laat je dat produceren. En de laatste, die pijl komt er niet helemaal goed uit, is het doen van toxicologische testen. En dat is eigenlijk wat wij op dit moment doen. Dus wat doen wij binnen de groep? Wij kijken naar het realiseren van een heart on a chip. Dit is in samenwerking met Andries van der Meer van de Universiteit Twente, Micronet, LogSense en nog een aantal andere bedrijven die daar betrokken bij zijn. En wat we hierin doen, is zeg maar dat we een chipje hebben, dat ziet u hier in het midden. En dat kunt u niet zien, maar op de bodem van een van die kanalen zitten cellen. En die cellen die breng je eigenlijk in een flowkanaal, zodanig dat die cellen zich gedragen als waren ze in het lichaam. Want dan kun je ze testen. Dan zitten ze onder de relevante condities. En vervolgens kun je bijvoorbeeld een geneesmiddel of een stof die je graag wil testen, kun je eraan toevoegen om te kijken wat daarmee gebeurt. Nou, er komen heel veel dingen bij kijken, zoals u ziet. Dit is een voorbeeld waarbij u die hartcellen kunt laten zien. Dit is gedaan in samenwerking met LogSense. En u ziet, zeg maar, om de zoveel seconden ziet u dat samentrekken van die cellen. Ja, dit vind ik fantastisch. Kijk, ik ben net al gerefereerd, ik ben natuurkundige. En ik ben al wel een tijd bezig in de biologie, maar het blijft me verbazen. Deze cellen, die breng je, mijn mensen kunnen dat veel beter. Ik heb nog nooit een cel gecultiveerd, zal ik je eerlijk bekennen. Die brengt dat aan op een plaatje en in het begin doen ze niks, liggen ze gewoon. En op een gegeven moment groeien ze, vermenigvuldigen zich en dan beginnen ze te kloppen. Waarom? Omdat het een hartcel is, krijg je dan als antwoord. Maar waarom? Het is ook grappig om te zien dat als ze geïsoleerd ligt, dan kloppen ze allemaal onafhankelijk. En als ze tegen elkaar aan gaan liggen, gaan ze synchroon kloppen. Magisch. Tenminste, ik vind dat magisch. Met de natuurkundige soort deductie kom ik daar niet helemaal uit. Maar wel heel erg mooi. Ja, waarom willen we dit doen? Dat is net ook al genoemd. We willen hier vanaf. Het liefst. Ik weet niet of we er vanaf komen. Ik denk dat we moeten beginnen met het pre-screenen van nieuwe medicijnen. En dan kunnen we denk ik een heel groot aantal van deze dierproeven voorkomen. En wellicht een toekomst is dat we er helemaal van afkomen. De vraag is wel of dat gaat lukken. Wat ik hier wel wil noemen, dat kwam ook al even terug in de eerdere presentaties, is dat we hier gebruik maken van humane cellen. Wij gebruiken dierproeven zeg maar, om onze medicijnen te testen, maar het zijn wel dieren die eigenlijk, en dat weten we, niet zo heel representatief zijn voor ons. Dus dit is eigenlijk, als je het heel strikt neemt, eigenlijk betrouwbaarder dan de dierproeven die we nu doen. Maar ja. We moeten de rest van de wereld nog wel even overtuigen dat dit zo is. Kom ik bij het derde stuk. Het derde stuk is wat meer gerelateerd aan het bio-geïnspireerde verhaal. Dit gaat over functionele nano-oppervlakken en nanomaterialen. Lange titel. Ik moet zelf zeggen, ik ben gefascineerd door structuren zeg maar, in de natuur. Ik praat veel met Lydia, maar ook wel met andere mensen. En het is een heerlijke discussie die we daarover kunnen hebben. En wat je ziet in de natuur is een oppervlak wat een structuur heeft en waar de structuur zeg maar functioneel ervoor zorgt dat het water afstotend is. En we hebben het al een paar keer gezien. Of zelfreinigend is. Hier ziet u een voorbeeld van een oppervlak wat zeg maar waterafstotend is gemaakt. Ik denk dat hij nog een keer gaat spelen. Ja, kom maar. Je ziet dan een druppel van boven komen. Ja, dat is toch wat. Misschien als ik één keer terug ga. Ja, komt hij nog een keer. Dus je ziet die waterdruppel komen, het splasht neer en direct ziet u het water naar buiten gaan, omdat het niet op dat middenvlak wil zijn, als gevolg van die structuur die daar is aangebracht. Maar goed, je kunt veel verder gaan. Je kunt ook kijken naar antibacteriële oppervlakken. Dit is een voorbeeld van een libelle. En vervolgens, als je zo'n vleugel bekijkt, dat is een heel bros dingetje, is best lastig. En je kijkt, je ziet die nerven en je kijkt daartussen en je legt dat onder een elektronenmicroscoop, dan zie je structuren van ongeveer 300 nanometer hoog. En wat blijkt... Deze zijn, ik heb dat hier niet op staan. Deze zijn antibacterieel. Dus bacteriën die daar opkomen, worden binnen een paar minuten effectief opengetrokken en afgedood. Vind ik misschien niet zo goed, maar het is wel heel effectief. Hebben we ook wat studies naar gedaan. We hebben ook naar wat andere organismen gekeken. Die lijken hetzelfde te hebben. Dit is een cicada vlieg. Komt in Nederland niet voor. De libellen wel. En je ziet soortgelijke structuren die gekoppeld kunnen worden aan die functionaliteit.
Vervolgens, dit is leuk, hè, kijken naar wat voor structuren er zijn, maar je wil ze eigenlijk ook gaan gebruiken. Dus kunnen we deze structuren dan vervolgens ook ergens gaan aanbrengen? Dit is een eerste aanzet daartoe. Dus wat we hier proberen te doen, is in dit geval een roosblaadje. De structuur met PDMS kopiëren. PDMS is een soort elastomeer, wat start als een vloeibare substantie. Dat spreid je over het oppervlak heen. Je laat het uitharden, vervolgens haalt het blaadje weg en je krijgt gewoon een kopie zeg maar, van de structuur op nanoschaal, of in ieder geval vrij nauwkeurig, in het PDMS. Vervolgens dan krijg je deze structuur. Vervolgens, als je dat PDMS nog eens een keer tegen een ander oppervlak aanzet, wat hetzelfde kan doen, kun je de oorspronkelijke structuur repliceren. Dus het is een eerste aanzet om dit soort structuren op grotere schaal te gaan maken. En je kunt je voorstellen, als we een oppervlak kunnen maken van een meter bij een meter wat antibacterieel is, nou, ik denk wel dat ik wat klanten kan vinden die dat erg interessant vinden. Het zij in het ziekenhuiswezen, het zij in de horeca, of misschien mijn eigen keukenblad. Zou kunnen. Belangrijk hier wel is natuurlijk, dit moet wel kosteneffectief zijn. Keukenblad van 10.000 euro, hoewel zijn ze ook wel nog meer, wil je eigenlijk niet hebben. Een ander project wat ik even wil aanraken is een project wat we doen met een bedrijf uit Deventer. En die maken zeg maar een smart responsive microbial coating. En die coating bestaat eigenlijk uit lijnzaadolie met daarin een schimmel. Dus dit is zeg maar een natuurlijke coating op basis van een schimmel. En het mooie is, die schimmel zit daarin en die houdt alle andere microben eigenlijk daaruit. En voorkomt zeg maar dat het hout uiteindelijk rot. We zijn hier aan het kijken, dit soort plankjes krijg je daarvan. Het bedrijf ja, heeft dit product al en je ziet hier al een aantal projecten waarbij dat aangebracht is. En een van de dingen waar ze nu op dit moment moeite mee hebben is om die laag voldoende aan het oppervlak te laten hechten. Dus we proberen dat zeg maar te verbeteren. Maar we proberen ook wat meer te begrijpen wat daarin gebeurt. Een ander aspect van deze coating is ook, omdat het een levende coating is, als je vervolgens een kras maakt, dat die een maand later is die gewoon weg, omdat die schimmel zeg maar vanzelf die laag weer dichtgroeit. Duurzaam. Nou, willen we allemaal, denk ik. Het vierde katern is iets anders. En dat gaat wat meer over de maatschappelijke inbedding. En dat komt een beetje voort uit ook wel de ontwikkeling van nanotechnologie. In het begin van de nanotechnologie was het al heel duidelijk dat niet iedereen zo positief was over nanotechnologie. Ik weet, in de jaren 90 was nanotechnologie, zijn ook al een aantal boeken verschenen en horrorstories. Het was niet algeheel omarmd door iedereen van wauw, dit is fantastisch, daar moeten we echt wat mee doen. Men was eigenlijk heel bang. Het was klein, onzichtbaar en men voelde zich daar niet lekker bij. Om die reden is er eigenlijk in die ontwikkeling van nanotechnologie, en dat is eigenlijk ook aan de Universiteit Twente gebeurd, is er altijd zeg maar, die maatschappelijke dialoog geweest om te kijken van oké, hoe gaan we dit maatschappelijk goed inbedden? Hoe zorgen we ervoor dat we geen producten maken waar iedereen van zegt van wow, dat is heel eng, dat wil ik niet en dat moeten we niet doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles wat we doen compleet veilig is, want dat gelooft ook niemand. Je zegt, ah nee, dat is hartstikke veilig. Nee, het gaat erom om daarnaar te kijken, om die dialoog te hebben. Dus in mijn lectoraat hebben we ook, dat starten op dit moment is dat één persoon, maar dat wil ik wel verder uitbreiden, ook met het lectoraat ethiek en technologie van Steven Dorrestein, om te kijken naar die inbedding van technologie. En dat haakt ook aan het andere verhaal. Je moet gaan kijken naar wat willen we nou eigenlijk? Wat is de vraag? En wat willen we niet? Wat zijn de risico's? Hebben we ook al gehoord. Dus dit is een aparte katern. Ik heb daar geen slides verder bij die we verder proberen uit te bouwen. En ik denk ook dat dit de link is naar een heleboel andere groepen binnen Saxion. Dus dit zijn zeg maar globaal de vier dingen die we hierin hebben. Ga ik even naar het volgende hoofdstuk. Zoals ik beloofd heb, ga ik iets vertellen over misschien de relatie tussen een aantal zaken. De eerste is onderzoek. Wat is HBO-onderzoek? Onderwijs. Binnen Saxion is het altijd een gevecht over onderwijs. Onderzoek. Heel klein. Hoe krijgen we dat bij elkaar? Hoe kunnen we van elkaar leren? En uiteindelijk ook, hoe gaan we richting een University of Applied Sciences? En dat is misschien voor een aantal van jullie wat theoretisch, maar ik zal dat proberen wat verder uit te werken. Ik moet even stiekem naar het juiste stukje van mijn tekst hier. Stiekem al een heel stuk verder gekomen. Onderzoek. Wat is onderzoek in het HBO? En hier wil ik eigenlijk even starten met een anekdote. Toen ik begon, 4 jaar geleden, en dat project is al even genoemd door Ger Brinks, was er een project wat toen al liep. Dat was Textiles and Healthcare. En Textiles and Healthcare was een project waarin we probeerden nanodeeltjes te maken om textiel te coaten in voor ziekenhuizen. Wij zaten erin, wij waren zelfs trekker. Ik ben vervolgens ook projectleider geworden. En voor mij was dat een bijzonder project. In de zin dat initieel was het heel makkelijk. We moesten gewoon die nanomaterialen maken, wat ik wel kende. Nou, prima. Gaat lab in, maak dat materiaal. Gaan we doen.
Dus dat stuk, wat onze taak was als groep, was prima. Maar vervolgens kwamen er toch wel een aantal andere dingen die naar boven die ik niet kende. Ik weet bijvoorbeeld dat we op een gegeven moment kwamen te praten over het businessmodel. Want wij maakten materialen, we waren nog niet zo ver, maar uiteindelijk zouden wij textiel maken wat anders was dan andere textielen. En toen kwam de eerste vraag naar boven van, oké, dat is duurder, wie gaat daarvoor betalen? Toen werd het stil. Toen dacht ik, nou, dat gaan de ziekenhuizen doen. Nou, de ziekenhuizen zei direct van, nee, dat gaan wij niet doen. De ziekenhuizen hebben geen geld en gaan dat niet doen. En het volgende argument was ook zoiets van, ja, maar textiel is ook helemaal niet van ons. Dat was voor mij nieuw. Textiel is niet van jullie, hoe bedoel je? Nee, ziekenhuizen huren textiel van andere bedrijven die dat wassen, recyclen, et cetera. Dus de volgende stap was van, oké, gaan we naar die bedrijven. En die hadden ook zoiets van, ja, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Omdat zij niet alleen bij één ziekenhuis het spul ophalen, maar bij alle andere ziekenhuizen, dat is gewoon één baal. En vervolgens wassen we dat en distribueren we dat dan. En jij komt aan met een nieuw materiaal. Dat betekent dat we een extra aparte lijn moeten gaan maken, die waarschijnlijk minder gewassen moet worden, anders gewassen moet worden. En nee, gaan we niet doen. En tot slot, toen we helemaal klaar waren, dat werd ook al even gezegd door Ger Brinks, kwamen we er eigenlijk achter dat toen wij zeiden van, ja, maar het doodt bacteriën. Ik weet dat we die discussie nog hadden, was in de Sky Lounge bij FC Twente, de eindconferentie. En toen zei iemand, wat meer vanuit de regulering, zei ze, maar dan is het een biocide. En dat mag je niet zomaar overal opbrengen. En dat was eigenlijk een beetje het eind van het project. En precies zoals Ger Brinks het denk ik samen heeft gevat, we hebben daar heel veel van geleerd. Maar we werden ook wel met de neus op de feiten gedrukt dat we echt wel moeten gaan kijken naar hoe dingen geïmplementeerd moeten worden. En dat hadden we misschien in dit project wat eerder moeten doen. Maar goed. Dus dit was voor mij echt een eye-opener van, oké, dit is belangrijk. Je moet echt in een heel vroeg stadium al gaan kijken en met eindgebruiker gaan praten. Wat hebben ze nodig? En dat was voor mij natuurlijk na 14 jaar, nou ja, toch relatief fundamenteel onderzoek, een beetje stretchen van DNA-molecuul, was best wel een shock. Dus regelgeving, perceptie van gebruikers, businessplannen is allemaal belangrijk. En wat we typisch zien is inderdaad dat het praktijk gestuurd moet zijn. Dat betekent, je moet al in die praktijk gaan kijken voordat je begint. Het gaat om een praktijkvraag die je haalt uit de maatschappij, een bedrijf en definieer goed wat je eigenlijk wil oplossen. Een ander aspect wat ik hier wil noemen is de multidisciplinariteit. En ik denk dat dit ook een aspect is waarin een hogeschool zoals Saxion eigenlijk erbovenuit steekt. Natuurlijk, ik had al 10 jaar bij Mesa Plus, was ik wel bekend met het concept multidisciplinariteit. Maar dat was daar natuurkunde, scheikunde en elektrotechniek. Allemaal technische disciplines. En je ziet dat dat interessant is, maar niet voldoende om dit soort vraagstukken op te lossen. Dus die multidisciplinariteit moet veel breder. En ook ketenbreder. Wat ik daarmee bedoel, als ik praat over natuurkunde, scheikunde en dergelijke, dan zitten we nog steeds allemaal in die eerste fase. Maar je hebt ook de partners nodig die later in die keten naar voren komen. En ik denk dat Saxion eigenlijk al die lectoraten die ook hier aanwezig zijn, in huis hebben. En dat moeten en kunnen verbinden. Ik zou zeggen kunnen, maar ook moeten verbinden. Laat ik dat daar nadruk op leggen. Misschien een ander voorbeeld. Nee, ga ik daar even terug. Een ander voorbeeld is, ik heb begin dit jaar samen met Jaap Knotten, de politieacademie, Universiteit Twente en NIV, ook een proposal ingediend om nanodeeltjes, in dit geval kwantumdots, te gaan gebruiken voor het dateren van vingerafdrukken. En ook daar werd het heel duidelijk dat, ja weet je, die nanodeeltjes kunnen wij wel maken. Maar ook daar werd het heel snel duidelijk dat het wel zeg maar nanodeeltjes moeten zijn die een gemiddelde rechercheur moet kunnen gebruiken in de praktijk. Dus het moet niet complex worden. Ze moeten daar geen extra training voor hebben en het mag ook niet duurder worden. Politie is wat dat betreft net zoals ziekenhuizen, mag niet duurder worden. Hoe doe je dat? En dat betekent ook dat je moet kijken niet naar alleen het maken van die deeltjes, maar ook naar andere zaken. Ook de veiligheid van die kwantumdots. Mensen die iets meer weten van kwantumdots, de huidige kwantumdots zijn niet de meest prettige compounds om te gebruiken. Dus ook daar moet je een oplossing voor vinden. Ook daar zie je heel duidelijk dat zeg maar, die praktijk moet naar binnen getrokken worden om zeg maar, te zorgen dat het er goed uitkomt. Dit is een slide en iedereen die al eens een keer een presentatie van mij heeft gezien, die heeft deze gezien. Ik vind hem fantastisch. Omdat dit alles samenvat. Kijk, aan de ene kant hier zien we technologie of fundamenteel onderzoek kunnen we daar ook voor plaatsen. Aan de andere kant zien we hier samenleving. Als je heel goed kijkt, zie je, dit is eigenlijk een beetje gejat vanuit de medische sector, ziet u hier wat patiënten. Die eigenlijk wachten op al die mooie kennis die we doen. En laat ik duidelijk zijn, wij zijn in Nederland heel erg goed in onderzoek. Wij staan op de ranglijsten hoog als het gaat om excellent onderzoek. Dus aan dit stuk, dit doen we goed. Wat we minder goed doen, is het daar naartoe brengen. Dus je ziet hier heel veel ideeën, die halen het niet, die komen er niet.
En dan komen wij. Saxion. Die gaat die brug bouwen. Ik bedoel dat heel serieus, hè? Wij kunnen zeg maar zorgen dat we die kennis die hier aan de universiteit wordt gebouwd of ontwikkeld, kunnen brengen naar die praktijk. En het is niet beter verwoord dan een living technology. Ik heb het niet bedacht, het was er al toen ik hier binnenkwam. Living technology gaat over de interactie tussen technologie en de samenleving. Dus hoe technologie impact heeft daarop, maar ook hoe deze samen zich ontwikkelen. Essentieel. En nogmaals, dit is onze rol als je mij vraagt wat wij moeten gaan doen de komende jaren. Dus de rol van het HBO-onderzoek is om gaan zitten tussen de universiteiten, die hebben resultaten van fundamenteel onderzoek, noem ik het even heel plat hier. En dat verbinden we met uitdagingen vanuit het bedrijfsleven en maatschappij. Ik zet het er bewust bij, omdat er vaak ook wel een aantal mensen hier met focus op bedrijfsleven. Maar er zijn ook heel veel uitdagingen in de maatschappij. En het mooie is dat dit ons niet... Ik ben heel vaak beticht van, oh, ga je universiteitje spelen hier? Zeker toen ik begin zei van, oké, ik ga een onderzoeksgroep hier neerzetten. Wat ga je dan doen? Ik ga geen fundamenteel onderzoek doen. Wat wij doen is zeg maar gebruik maken van bestaande technologieën die er al zijn en proberen zeg maar die verder te ontwikkelen richting een applicatie. En op die manier zijn we complementair. Op die manier kunnen we gezamenlijk met de academische universiteiten zeg maar aan projecten werken in de opdracht van de maatschappij. Nou ja, hoe mooi willen we het hebben? Ik bedoel, duidelijk. Het tweede stuk gaat over onderwijs. En de reden waarom ik dit erin gezet heb is toch misschien wel een beetje de haat-liefde verhouding zeg maar, tussen onderwijs en lectoraten, zeg ik maar even. Ik krijg vaak te horen, jullie gebruiken te veel geld zeg maar, voor onderzoek. Dan word ik altijd heel boos. Dat is natuurlijk wel waar, maar zo simpel is het niet. Ik denk dat we ook moeten kijken naar hoe... zeg maar, praktijkgericht onderzoek een bijdrage kan leveren aan onderwijs. Wat betekent dat voor onderwijs? Kijk, als we heel even kijken. 10 jaar geleden vonden de HBO-bestuurders, was jij toen nog niet, HBO-bestuurders vonden het een goed idee dat onderzoek iets moet zijn wat binnen de HBO werd gemaakt. Dat werd eigenlijk heel ongenuanceerd zeg maar, de organisatie ingeslingerd. En dat werd direct vertaald als van onderzoek, dat is wetenschappelijk onderzoek. En ik denk dat heel veel universiteiten of heel veel hogescholen enorm mee geworsteld hebben van ja, wat moeten we nou? Moeten we nou zeg maar mensen fundamenteel onderzoek laten doen en papers laten schrijven, wat ze helemaal niet leuk vinden, ook niet goed in zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. Waar het over gaat, is het aanbrengen van onderzoekend vermogen. En dat is niet gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat wel over het genereren van kennis, maar het gaat om het genereren van praktijkkennis en niet fundamentele kennis. Dat is fundamenteel anders. Als je praat over onderzoekend vermogen, dan zit je in competentie, taal, zit je in deze kant, bij de houding, attitude. Waar je over praat, en dit is op persoonlijke noot, ik vind dat een hbo-afgestudeerde moet creatief, open, onderzoekend, kritisch, zelfkritisch, zelflerend, proactief, bewust van eigen kunnen en ondernemend zijn. Hele lijst. Sommige mensen noemen dat 21st century skills. Kan ook, ik denk niet dat het de hele lading dekt. Dit moeten wij bij onze studenten proberen aan te brengen. En hoe doen we dat? Daar heb ik ook een idee voor. Wat we moeten doen is het creëren van een leeromgeving die daarvoor ruimte geeft. Die ruimte biedt of gekenmerkt wordt door de volgende dingen. Nieuwsgierigheid, betekenisvol werk. En ik denk dat hier de connectie met lectoraten heel duidelijk is. Passie, vertrouwen, autonomie, vrijheid, zelfsturing, geloof in eigen kunnen, zinnen leren, en onderzoek en samenwerken. En dit is dus ook een pleidooi om zeg maar, in onderwijs te gaan kijken om dit te gaan creëren, een meer open omgeving. En wat ik hier uit wil halen is met name het stukje autonomie. Mensen die iets weten over intrinsieke motivatie, dat is het belangrijkste punt. Hoe krijg je mensen gemotiveerd? Door ze zelfstandigheid te geven, autonomie. En de uitdaging is natuurlijk, hoe doen we dat binnen ons onderwijsbestel? Dat is niet makkelijk, maar ik denk wel dat het moet. En weet je wat, we zijn er al mee bezig. We kennen het allemaal. Smart Solutions Semester. Ik vind het, niet iedereen staat mee eens, ik vind het een fantastisch tool waarin we zeg maar het onderzoek met het onderwijs aan het verbinden zijn. Voor de mensen die het niet kennen. Dit is een semester waarin studenten van meerdere opleidingen in een half jaar, zijn groepen van 6, 7, 8 studenten van verschillende opleidingen, technisch tot aan verpleegkunde, business tot aan textiel, werken aan een multidisciplinaire opdracht. Moeilijk, realiseer ik, vind het altijd een beetje zielig voor die studenten, die komen net uit het tweede jaar, hebben alleen maar vakken gedaan in hun discipline, en vervolgens de wijde wereld in. Daar kunnen we dan misschien nog wat aan verbeteren. Maar ik vind de essentie van wat Smart Solutions probeert te doen, is geweldig.
Ik praat hier ook over met collega's binnen de Hanzen, die vinden het ook fantastisch wat wij doen. Dus ook daarin denk ik dat Saxion een hele duidelijke voorrol neemt en dat verder uit moeten zetten. Want andere hogescholen zijn precies met hetzelfde bezig. Die zitten ook te zoeken, hoe doen we dat nou? Hoe krijgen we dat onderzoek het vermogen nou in de organisatie? En als ik om ons heen kijk, denk ik dat we heel goed staan en dat anderen veel van ons kunnen leren. Hier kan onderzoek, lectoraten en onderwijs samenkomen. En dat moeten we dus ook doen. Kom ik bij de laatste. Ik loop weer een heel stuk achter. En dat gaat over de University of Applied Sciences. Want daar willen we eigenlijk naartoe. Hè? Ik heb eens even wat gezocht wat dat nou eigenlijk betekent, de University of Applied Sciences. En daarna, ja, de definities zijn ook niet zo heel duidelijk. Maar we hebben wel de eerste stappen genomen. Dus wat ik hier beschrijf zijn wat mij betreft de eerste stappen richting deze UAS. Maar we zijn er nog niet. En we zijn er nog lang niet. Ik denk dat het zijn drie dingen die ik hier wil noemen die belangrijk zijn om uiteindelijk zeg maar, dat stadium te bereiken. En het eerste is denk ik om het belang van onderzoek intern in de organisatie te plaatsen. Ik bedoel, ik denk dat dit event een heel mooi event daarvoor is. Ik probeer heel duidelijk en ik heb ook heel bewust zeg maar, 5 gastsprekers uitgenodigd om u te laten zien wat wij doen en wat er gebeurt in de wereld. Waarom? Omdat dat essentieel is. En ik hoop ook dat u uiteindelijk ziet wat die rol van onderzoek zou kunnen zijn. En dit is iets wat wij zeg maar intern beter moeten communiceren, zodat het voor iedereen duidelijk is. Nou, je kunt het ook wel begrijpen toen Anka hier binnenkwam. Ja, daar ben ik wel blij van. Ik bedoel, dit is iemand die Technische Universiteit Delft, toch ook van de gerenommeerde universiteiten in Nederland, kwam, weet waar het gaat over techniek. Dus ik was daar heel blij mee. De eerste woorden die ze zei van, ja, is meer onderzoek. Dus hoe doen we dat? Hoe komen we daarbij? Dus wat ik net noemde, intern meer verbinden en probeer dat te doen. Het betekent ook dat we de organisatie daar meer op moeten inrichten. Ik zal er niet in detail over gaan, dat kunnen we misschien op een ander moment wel doen. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten wat ik bedoel. Het betekent ook dat we de organisatie elementen zeg maar, moeten aanpassen op die nieuwe taak die we dan hebben. Het doen van onderzoek. En de laatste die ik wil noemen, en dat is misschien nog wat eng, is ook dat wij onze plek moeten gaan claimen zeg maar, in het landschap. Dus naar Den Haag, maar ook naar buiten, om duidelijk te maken welke rol wij zeg maar, in dat geheel gaan spelen. Als je gewoon kijkt naar de getallen, hoeveel geld wij krijgen, het is beschamend. Ingrid van Engelshoven, onze minister, zegt dus gewoon in één zin dat zij zich een rol ziet voor de universiteiten en de hogescholen in regionale ontwikkeling en innovatie. Fantastisch, maar waar is het geld dan? Dus ook daar moeten we aan de bak lobbyen en zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. En dat doen we door te laten zien wat we doen, maar ook inderdaad gewoon door onze plek gewoon keihard op te claimen. Kortom, er is veel werk aan de winkel. Aan de andere kant denk ik dat we heel goed op weg zijn. En ik denk dat we heel trots mogen zijn. En wij worden nummer 1, begrijp ik. En ik denk dat het realistisch is. En daar gaan we gewoon de komende jaar aan werken. Kom ik bij het dankwoord. En allereerst wil ik gewoon mijn groep bedanken. En ik wil daar eigenlijk wel even een applausje voor hebben. Want ja, weet je, ik sta hier wel. Ik sta hier te pronken met alle mooie dingen die we doen. Maar ja, net wat ik zeg, ik heb nog nooit een cel gecultiveerd, man. Hier zitten ze volgens mij een beetje, zover ik het kan zien. Zij doen al het werk. Dank daarvoor. Vervolgens wil ik graag Peter van Dam bedanken. 4,5 jaar geleden hadden we ons eerste telefoongesprek. Dat is niet helemaal waar. We hadden elkaar daarvoor ook al een keer gesproken, maar goed, dat heeft terzijde. En toen heb je mij overgehaald zeg maar, om dit te gaan doen. Ik ben heel eerlijk dat ik toen dacht dat mijn wereld gewoon helemaal ging kantelen. Ik weet, mijn ouders weten dat ook nog wel. Ik heb heel lang gediscussieerd van, wauw, moet ik dit doen? Ik ben heel blij dat je mij hebt overtuigd. Ik zal je ook ronduit zeggen, dat zeg ik ook tegen iedereen die mij vraagt, van, ja, heb je er geen spijt van? Vind je het niet jammer dat je weg bent bij de universiteit? Nee. Dit was een fantastische beslissing op persoonlijke motieven, maar ook zeg maar, de uitdaging die daar ligt. Cas Dame wil ik daar ook in meenemen. Cas Dame was wel iemand die ik zeker in de beginfase heel veel gesproken heb. Ook met name over, ja, wat doen we nou eigenlijk en hoe verschillen we nou van de universiteit en hoe zorgen we nou dat we niet in hetzelfde vaarwater zitten? Het waren hele stimulerende discussies en ja, die hebben we eigenlijk nog steeds. En ik hoop dat dat nog heel lang doorgaat. Dankjewel, Cas. Ger Brinks wil ik hier nog even noemen. Ben je even kwijt? Het is hier zo donker. Hi, Ger. Ik wil jou toch wel specifiek noemen, omdat
Ja, weet je, jij hielp mij in het begin. Ik had in het begin toch wel heel veel moeite met mijn weg te vinden. En jij had een fantastisch florerende groep. En dat was voor mij echt een voorbeeld van ja, gaaf. Even los van het feit dat je gewoon een ja, geweldige fan bent. Ik kon gewoon 's ochtends om 8:30 bij je langskomen, kreeg ik ook koffie. En dan spraken we gewoon 2 uur over van alles en nog wat. Fantastisch, heel inspirerend. En ja, mijn dank daarvoor. En als laatste wil ik mijn familie bedanken. Allereerst mijn vrouw, Ank. De 4 kinderen? Ja, 4. Ja, echt. En ja, ik realiseer me dat ik enorm veel tijd aan mijn werk besteed. En af en toe jullie misschien een beetje tekort doe. Maar misschien dat je vandaag iets meer begrijpt van waarom ik dit zo fantastisch vind. Ik ben jullie enorm dankbaar dat jullie hier zijn, maar ook in mijn leven. Ik hou van jullie. Echt. Ik moet ze nog een keer klappen. Dit was niet de laatste slide. En dit is de laatste. Ik kom toch weer terug op het verbeteren van de wereld. En dan eindig ik met de woorden. Ik heb gesproken. Dank u wel.